Ik werd verhuurd naar NAC. Het was een leuke En met wie zat je dan ook weer ervaring. met team? Ik zat bij Nicolai, Sidney van Hooijdonk, Van Hekken, die bij Brighton nu zit. Zo, is echt wel een leuke opdracht geweest. Bart Verbrugge. We hadden wel Mounir Elalucci. Ja. Tom Haaien. Hij was goed ook, die vrije trappen van Mounir Elalucci ook. Tom Haaien ook nog. Wie van die NAC-ploeg was toen echt het hardst? Nu weer toch even spreken, want dat is echt wel een leuke ploeg geweest. Ik vond Van Hekken echt goed. Ja. Maar hij heeft niet veel, hij heeft denk ik 10 wedstrijden gespeeld of 11, zoiets. Ja. En wat hij gedaan heeft in die 10-11 wedstrijden was echt niet normaal. Ja. Ja, echt voetballend, verdedigend. Je kon er gewoon niet langs. Ook tegen, ik herinner me nog tegen AZ in de kwartfinale. Toen was het, had je Idrissi, Boadu en Stenks. Ja, had Boadu al die mannen gewoon in zijn broek.